terug. Nora had vieze handen. Ze heeft inmiddels weer schone handen. We gaan verder met de tweede beweging, dat is de deadlift. Dus bij de deadlift brengen we de heupen naar achteren en omhoog. Dus net als met een barbell deadlift doe je exact hetzelfde. Ga niet squatten, dus breng je heupen niet onder je knie. Goed kijken, voeten heupbreedte. Als je hier mee aan het uiteinde vak stap ook iets meer naar voren. Fantastische oefening jongens voor je hamstrings, billen en onderrug. Pas vooruit, je komt naar achteren. Daar voelde mijn stukje heup, dus rechterrug. Heupen strekken. Heupen strekken. Nou, je ziet overigens dat je de gewicht kunt opladen hierboven. Als hier beneden dan bij de leg press. Dus de deadlift.